Deze man gaat pinnen met een pas die niet van hem is. De pas is van een jongen van 17 uit Zwolle, die hij kort hiervoor is kwijtgeraakt. Wil je mij vertellen, hoe zit dat? Ja, klopt. En die jongen die weet niet of hij zijn pas zelf is verloren of dat hij gestolen is. Bij de pas had ook een briefje met de pincode en daar heeft de fraudeur gretig gebruik van gemaakt. Ja. Wat de jongen op een middag begin oktober ziet, is dat er die ochtend bijna €800 op zijn rekening is gestort. En verder ziet hij ook dat er geld opgenomen is in Apeldoorn en Amersfoort en dat er ook diverse betalingen mee zijn gedaan. Heel vreemd om dat te zien op je eigen bankrekening. Ja, klopt. Dat vond de jongen ook. Hij belt natuurlijk de bank op en die kan hem vertellen dat zijn rekening inmiddels is geblokkeerd omdat zij vermoeden hadden van fraude. Oké. Andermans bankrekening gebruiken voor frauduleuze praktijken, dat zien we vaker. Ja, het is een hele handige manier van oplichters. Ze bieden iets te koop aan, bijvoorbeeld via marktplaatsen. In dit geval voor een bedrag van €800. Nou, dat laat de verkoper dan storten op de rekening van het slachtoffer. En met diens pinpas neemt hij het geld dan op. Nou, op deze manier kan hij niet getraceerd worden, dus dat is best wel slim. Deze jongen uit Zwolle had overigens het geluk dat hij niet zoveel geld op zijn rekening had staan. Dus dat heeft hij ook niet kunnen stelen. Oké, dat is een geluk bij een ongeluk. Het enige waar deze oplichter niet aan heeft gedacht is dat de camera's hangen bij pinautomaten. En bij een van de geldopnames dan komt de man die pint met die gestolen pas in beeld. Ja, klopt. We weten dus niet of dit de oplichter zelf is, maar hier komt hij aanlopen. Het is een blanke tot licht getinte man. Hij is zo 1,90 meter lang met een normaal postuur. Hij lijkt kort haar te hebben onder zijn zwarte petje met een wit logo. Verder draagt hij een donkere jas met opstaande kraag, capuchon en een logo op de linkerbovenarm. En als hij wegloopt, dan zien we zijn zwarte broek met verticale witte streep en opvallende zwart-witte sneakers met witte veters. Wie is deze man? Of hij ook de oplichter is, dat moet nog blijken. Maar duidelijk is dat hij hier pint met de pas van een 17-jarige jongen uit Zwolle. Met tips over deze pinnende man kunt u terecht bij een van de tipnummers.